Yes, dames en heren, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe update video. Als jullie willen, smash eventjes op het duimpje omhoog. We gaan deze video proberen de 3034 likes proberen we gewoon te hitten. Hopelijk kunnen we dat redden. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Je kunt ons supporten in de item shop. De code te veel gevraagd. En ja, dit is de item shop. Ik bedoel, wat kan ik erover zeggen? Ik bedoel, weer een beetje hetzelfde thema natuurlijk als de afgelopen dagen. Namelijk in Halloween stijl. En het ziet er niet verkeerd uit hoor. Het zit trouwens wel weer echt heel erg vol. In de daily zien we geinige dingetjes trouwens. De Vulture, de Surfrider, de Focused. We zien natuurlijk ook ja, natuurlijk de Doggo, de Jack Gordon of zoiets. De Skull Trooper, de Thief, de Goo Glider. Echt van alles. Echt, er is zoveel te kopen. Echt ongekend. En ja, als je het ziet en je vindt en je denkt van, hey, dit wil ik gewoon kopen. Je kunt natuurlijk overwegen om onze code in te vullen. Wie dat ook heeft gedaan, is Mattis Neefs. Ik heb namelijk de Aura gehaald. Hey, Mattis, heel erg bedankt. Een toffe skin. Thanks a lot voor de support. Goed, laten we denk ik gelijk gaan beginnen met het eerste topic. Ik heb, ja, ik heb niet heel erg veel, jammer genoeg. Maar ja, laten we direct gaan starten. Ja, en het eerste dingetje gaat natuurlijk eventjes over de nieuwe stijl van Wolverine. Het gaat namelijk eventjes over de Logan-stijl. Dat is deze stijl. Hoe kan jij deze stijl krijgen? Nou, dat is eigenlijk best wel makkelijk. Je moet namelijk challenges doen. Namelijk, je moet 6 Wolverine Battle Pass challenges hebben gedaan. En je moet ook nog eens 60 weekly challenges hebben voltooid. Wanneer je dat hebt gedaan, dan krijg je natuurlijk deze stijl. Je moet trouwens ook de Battle Pass hebben. Want ja, anders kun je natuurlijk ook niet de Battle Pass challenges doen. Dat is natuurlijk ook heel erg logisch. Maar ik moet zeggen, een toffe skin. Een toffe stijl. Maar ik ga die stijl sowieso niet redden. Want ik ga geen 60 challenges doen. Dat is gewoon letterlijk 9 weken volledig aan challenges doen. En ja, dat is gewoon iets te veel. Ik ga dat denk ik dus niet doen. Maar ja, je kunt hem nu dus krijgen. Laten we doorgaan naar het volgende dingetje. Ja, dit gaat eventjes over de week 9 challenges. Namelijk een cheat sheet van natuurlijk die Squatting Dog. Dus ja, als je de Steve Wolf restyle wil, dan moet je deze aanhouden. Op deze manier kun je namelijk het snelste natuurlijk alle challenges doen. Is zeker weer te handig. Plus alle XP staat ook op deze kaart. Dus dat is ook nog eens handig als je een hoog level wil bereiken. Laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En dit is eventjes een kleine aankondiging van Fortnite. Namelijk, ze zeggen hier, we've removed the Witch Broom from competitive playlist. Oké, dus ze hebben de Witch Broom eruit gehaald. Het was niet eens de bedoeling dat die in die playlist ging komen. Maar ze hadden het per ongeluk toegevoegd. Dus nu is de Witch Broom eruit gehaald. Dan weten jullie dat. Oké, laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En ja, dit is misschien wel het meest interessante wat ik voor jullie heb in deze video. Het gaat namelijk eventjes over de Madcap outfit. Deze outfit zit er al zo lang in. Volgens mij sinds season 2 of zo. Of misschien begin season 3. In ieder geval echt al maandenlang zit deze in de files. En we weten maar niet wanneer die erin gaat komen. Maar we hebben nu misschien een idee hoe die erin gaat komen. Namelijk, het is heel erg apart, maar mensen op mobiel, op Android, die krijgen hem te zien in het bos van Slurpy Swamp, of hoe noem je dat? Nou, in ieder geval op deze locatie, jullie zien het. En het is heel erg apart, want je kunt niet met hem interacten. Het is een soort van schaduw, maar je ziet wel echt dat het de Madcap skin is. Dus wat we nu denken, oh, wow, voice crack. Maar wat we nu denken, is dat die een soort van quest gaat zijn. En wanneer je die quest voltooit, dan kun jij die skin krijgen. Jawel, dan kun je letterlijk die skin gewoon krijgen. Het is natuurlijk super dik. En ik ben heel erg benieuwd, ja, hoe dit precies gaat gebeuren. Maar waarschijnlijk zal die binnenkort dus rondlopen in dat bos. En dan kun je hem er waarschijnlijk mee interacten, mee praten. En dan moet je een challenge doen, een soort van quest. En dan kun je dus die skin unlocken. Superleuk, ik ben heel erg benieuwd. En we houden jullie natuurlijk up to date. Oké, laten we doorgaan naar het volgende dingetje. Ja, en dit is ook gelijk het laatste dingetje. Namelijk, zoals jullie weten, als je doodgaat nu in de ja, normale game mode, zeg maar. Dan word je een geest. Of een geest, ja, eigenlijk wel. Maar ik heb een grappig clipje, die wil ik eventjes aan jullie laten zien van iemand die niet gepakt wil worden door die geesten. En die geesten die wachten op hem. Laten we gewoon eventjes gaan kijken. Ja, de perfecte eindcirkel. Ik bedoel, dat kon hij gewoon niet beter. En hij zit daar veilig.
Maar ja, ze wachten hem allemaal op. Dus waarschijnlijk is die daarna wel, denk ik, eraan. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze wat kortere update video. Vonden jullie het alsnog super nice? Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. En je kunt ons supporten in de itemshop. Die code veel gevraagd, #ad. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.